ما دام يرون المعطى فرانش ستوت ما دام نلا دش دور دش حط لك نوف ما دام ميرسي منير دوبل اورم ماك ماك انا كيك مين كروست وات راس اس ويل ليف زاف Als dat nu niet meer zand maakt, zoek ik wel herms aan onze vergoringen bij hen. Maar dan gaan ook dit verloren. Nee. Maar misschien eerst de dorst te hun laven. Ja, dat is een van de werk van barmhartigheid, maatje. Een pandje of goedje zien. Ja, dan. Of twee. Wacht een keer, Edouard. Kan je zien dat de voorraad op is? Weet je wat? Kan ik een paar flesjes gaan halen in dat nachtwinkeltje door op Toekse Wetwaard? Ja, maatje, ja, dat is waar. Ja. Zeg, wat? Ja. Dat je moeder zo een dikke snel in hebt schroten, s'avonds? Oh, je weet toch dat maatje nog heel goed een mannetje kan staan, hè? Ja, moet zijn. Toen ik er ook niet gaan naar leren tegenkomt als doeken naar zorgen. Zeg, Bartje. Ja. Heb je je moeder geïnformeerd over wat we er hier verhouden van? Ja, natuurlijk, ik kost dat dan niet moeilijk verzwegen, hè, Willem? Hoe was ze door het gereageerd? Oh, positief. Huh? Opa, zei ze, was vroeger ook al bezig met Tonia. Ah. Vriend. Ik kan niet zeggen dat ik zit te poepen die de gedachte voor die hele naam die moeder op zijn kappen te houden. En ze is capabel van die schele naam die water te laten zien. Al dat commentaar, he, Germain, dat is zuiver tijdverlies. Ja. 3 weken geleden heb je er bij ons thuis opgesproken, dan maak je de personage voor zijn rekening nog niet. Dat is je. Dat is je. Goed. Kijk, kijk weg. De mensen is hier licht. De boom door het bos niet meer zien, hé? Wacht even. Zeg, Wartje. Ja? Is dat stek al misschien? Maar, je moet zeggen, Willy, de keuze van zo'n personage, dat was net nog moeilijker of dat gepeest dan, hè. Ja. Je moet die rollen laten zaven spelen, hé? Ah, ja, dat is juist. Maar gelukkig was Maatje weer het reddende engel. Jos. Ah, ja. Jos. Dus ook ik dat goed doen. Nee. En je moeder, je personage, eerst niet. Ze biedt nog zeggen dat ze meedoet in dat stek ook, hè. Mijn zielgod! Zoals is zo'n pilorenbieter gekozen, hè? Een pilorenbieter, hè? Onze keuze is gevolgd op Baptiste Clarisse, een dorpspastoor. Voilà, zeg, pastor, ken je zeker? Zeg, ze maar, en de verhouding, hè, die Baptiste, gaan deuren in de sacristie. Is dat niet formidabel? Ja, enorm, enorm. En onze leerwoorden, Baptiste, u toepen met zijn moord, hè? Ja, zo'n jonge seksbommen van de jaren van Tjech. Die zorgt voor de dagdagelijkse onzin. En dus dank ik aan je. Dat is van al dat gezoete spek, zeg. Oh, gezoete spek? Opa, dat ook zo haar. En dat spek van de Aldi, maar dat is zo zoetig niet, hè. Sorry, Edouard zegt toch juist dat je hem een beetje moet nakmaken? Ah, oh, met zijn personage ja, bedoel je? Ah, ja, dat klopt, meneer Dobbelaar. Ja. Edouard, je wilde nu juist een politieke kiezen. Ah, ja. Maar ik word nog niet voor me. Nee. Ik wilde dat ik meer een geloofwaardig figuur. Geloofwaardig figuur. En wat is er zo geloofwaardig aan de pastor? Wat moet je mijn toch? Pastoor Baptiste doet dienst in 3 parochiale kerkgemeenschappen. Is sterk sociaal geëngageerd. En rief van de ene parochie naar de andere. Maar ze viel away. Het is een groen. Hij van Achalef. Nee, Achapas. Achapas. Ah, ja. Achapas. Anders hoppachter. Anders hoppachter. En wat kan je dan niet? Dat is zo'n milieuvriend, hè? Smoor niet, riemen geen auto, sorteert alles in de spul. En op een buiten is het wel een poepzakje. Wat? Nou, op noem dat ding natuurlijk. Wordt je vertaal ik even voor. Ja, en wat Edouard nog niet vermeldde, hè, meneer Dobbelaren, is dat die pastoor Baptiste dus wekelijks ziekenbezoeken aflegt in het hospitaal. Dat hij proost is van de plaatselijke katholieke arbeidersjeugd. En dat hij verder ook... Regelmatig een prijs had met de vrouwenhelden. Germain, wat je is aan het klappen? Jongen, ik zie nog vergeten te vertellen, hè, dat Baptiste ook nog aardrijkskunde en godsdienstles heeft in de meisjesschool. En ja, dat ja, hij... Maatje. Het is goed, het is... Allee, men wil een klein ideetje van onze eerste personage. Moet zeggen, niet gek. Is je man? Goed, gezegd, Willy. De situatie is duidelijk in zo in. Zo'n durf ik staan dat een vrij duidelijk is. Maar,
Maar bezeelt er nu in godsnaam de kosten voor het toneelstuk te mensen. Allah, moest u heel kunnen deur een toneelstuk in die cel geschreven? Allee, meneer Dobbelaar, waar vind je nu de dag van vandaag he, nog stekken met een klein beetje christelijke mannen? Zeg, wordt dat hier die sterretjes aan het dat je hier ook het een en ander vertelt over je underpersonage? Ja, ja, ja. Allee, zeg maar, goed, kom. Voor de dag ermee. Ja. Ja. Vrienden. Een maas is een rare kleur. Een hele rode. Ja, het zit er dus. Ik kan er van alles zitten bij je. Of van alles. En nou weet ik waarom ik goed bij die zelfde figuur heb. Ja. André. André. De directeur van een groothandel in vleeswaren. Sterke! Sterke! Ja, dat zal maar zeker ook zo'n type dat je niet kunt instaan. Hé, hey, Germain. Zo'n nutzuiger die nooit genoeg had. Maatje, je ziet wel dat de BNO-stil Germain nou aan het hart legt, hé? Ja, juiste, Maatje. Ja, juiste. Trouwens, moet het naar ding gelijk geven. Ja. Germain zegt ze tegen onze klant, Germain moet dat een bos of een worst in zijn handen, anders leeft hij niet. En die André, had je ook een achternaam, die dikke nekker? Die André? Ja. Van nee, Willy. Drie en een achternaam. Riemans. Riemans. Oh. André Renmans? Ja. Nee! Riemans. Moet luisteren, nee, Willy, ik ga het dan niet altijd keer moeten naar aan, nee. Riemans. Twee uis en een mug, en een uit, twee uis en een mug. En dan biedt, dikke nekken. Het is toch niet omdat je een beetje bij de haat verdient, dat je een slechte maas hebt, zeker? Zeker niet. Dan biedt, meneer Riemans is er gegrocht met zwoen en zweer. Misschien dat kunnen we niet doen. Maar Germain, Willy bedoelt dat toch al zo niet. Kan ik wel zo verstaan. Maar hou, vertel ik even voor wat voor het wien is die nog? Ah, wacht, dat gaat zeker in geen woordje. Die niet beloofd is van troffen. Oh, meneer Willy. Die is zeker niet beloofd. Komt ik er niet klaar. Ja. Ja. André, is er... een vrienden klaar. Van een jaar of 50. Nooit getrouwd. Nooit getrouwd. Niet dat niet gekeurd had, hè? Maar op, weet je, druk, hè. Druk. Van straat tot s'avonds werk. Haalt verdien. En dan ziet ik je profiteert van het leven nog, hè? Hé, maar ja, ben je nou hoor. Haalt de moron, hè? Maatje. Kun je dat een klein beetje stil doen zetten? Dan kun je er dan gewoon niet meer verstaan. Goed is. Ja, Edouard, nu dat je hier toch zit, pak de kut in handen. Uiteraard dat nog nooit. Dat wordt voor je van langs zo moeilijk. Allee, vertel ik verder over die Renmans. Nee, Renmans. Ja, vriend. Kan soms meevallen, ik lief. Kan meevallen, ik lief. Zeker als je er goed in ziet, als je intelligent ziet en dat je goed kunt uitleggen. Ja, luister. Als je de ene dag met de Porsche en de andere dag met de Ferrari. Enfin, dat je dat haalt van mij te smijten. Toen vond de vrouw gelijk vliegen nu. Gelijk vliegen nu. Jonge Germain, ik hoop dat die André daar toch degelijk een katholieke opvoeding genoten heeft. En dat hij zondags toch de meeste dit maakt. Voor de belijdenissen van zijn geloof. Dat zoek me toch niet te veel geen illusies over. Je weet hoe dat gaat met die directeurs. Vraag maar een keer aan die van al die. Luister. Als je regen motors wil in de casino's zit. Doe harder de nacht. En dat je meteen s'nachts vroeg. Naar je buurt wil stonks en dan niet de normen een mokken of twee. Ja. En je nooit een klik van een Rus of de zak, wordt dat toch moeilijk voor nog doof met z'n tongen. En ook moeilijk voor nog een toneelstuk te maken, alsjeblieft niet. Wat wil je dan nu weer mee zeggen, Willy? Wat wil je dan mee zeggen? Het is toch niet omdat meneer Riemans in de pianostiel zit, dat hij niet kapabel zou zien van een toneelstuk te schrijven, zeker. Controle! We zoeken zo'n vliervutten en kotsen voor het toneelstuk te schrijven. Kom aan. Wat?
Dat kan zo.